Wat een entree, of niet? Want dat is nou echt ultiem vrij wonen. Hier aan de Clarissenweg nummer 10 in Epe. Een prachtige woonomgeving, gelegen op een perceel van ruim 1,3 hectare, staat deze mooie woonboerderij. Met alle bijgebouwen, gebouwd begin 1900, gemoderniseerd. Echt een uniek object. Kom, we gaan snel naar binnen. Via de hal komen we in de woonkamer. Deze is gelegen aan de achterzijde van de woonboerderij. Nou, je ziet het gelijk, de charme van een oude woning komt hier heel mooi tot z'n recht. Mooie oude houten balken plafonds, we hebben mooie roedeverdelingen en hier kijk je dus prachtig weg over de weilanden en je eigen perceel. In het oude bakhuis, naast de woonkamer gelegen, is hier de keuken gesitueerd. Deze is voorzien van diverse inbouwapparatuur. Het is hier heerlijk licht, mede door de dakkoepel. We hebben hier nog de mooie oude stalraampjes en de deur naar de tuin. Weer terug in de hal. Deze woonboerderij is voorzien van een slaapkamer en een badkamer op de begane grond. En we hebben hier de trapopgang naar de eerste verdieping en daar zijn nog twee slaapkamers. Dat was binnen, nu door naar buiten. Ik zei het al in de intro, echt een super mooie locatie. Heel veel te bieden. Nou, dat ga je nu ook weer hier ervaren. Prachtig uitzicht, eigenlijk alle kanten kijk je echt heel erg mooi weg. Over de weilanden, een prachtig eigen perceel, ruim 1,3 hectare. Ideaal voor de paardenliefhebber, want waar we nu heen lopen, hier achter mij zit een paddock paradise. Nou, voor de kenners onder ons, die weten precies wat dat betekent. We hebben hier achter in de schuur / garage nog een mogelijkheid om eventueel twee paardenboxen te realiseren. Dus paardenliefhebbers, die kunnen hier ook echt hun hart ophalen. We gaan snel naar de paddock paradise. Nou, en hier zijn we dan, Paddock Paradise. Nou, ze staan ons al op te wachten. Hoe leuk is dat? De paardjes, de ponies. Echt een unieke locatie dus voor de paardenliefhebber. En verder heeft het terrein ook nog heel veel te bieden. Heerlijke plekjes om zo te zitten, fijne zomeravonden te beleven. Echt een prachtige locatie. Dat was hem weer. Ik ga de wijde wereld in. Terug naar kantoor. Bel snel voor een afspraak.